hier ga je de middenwijk in. Met het flyertje, ja, daar ga ik middenwijk in. Blijstroom is een coöperatieve vereniging in oprichting. Momenteel zijn we op zoek naar 500 aspirantleden uit de wijk, bewoners uit de wijk. Met z'n allen willen wij energie gaan besparen, energie opwekken, energie collectief inkopen. Opwekken willen we vooral doen op de daken. Vooral in Blijdorp en in Bergpolder liggen enorm veel platte daken. En die bieden heel veel ruimte om zonnepanelen neer te zetten. En daarom hebben we in de wijk met een aantal wijkbewoners de koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe we dat nou voor elkaar kunnen boksen. In 2013 willen we daar echt actief mee aan de slag. We zijn nu ons plan aan het bekokstoven en 500 aspirantleden aan het zoeken. En in 2013 wordt de coöperatie Blijstroom een officieel feit. Mensen willen heel graag. Nee, het is niet. Mensen willen echt graag. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat het gewoon de tijd is. Er is gewoon heel veel aandacht voor. Alleen mensen lopen steeds tegen een muur op van regels en wetgeving, waardoor ze niet zelf verder kunnen. En ik denk dat heel veel mensen wel voelen dat ze gewoon met elkaar gewoon veel verder komen. Wat is nou je drive om dit allemaal te doen? Mijn werkelijke drive is dat ik eigenlijk vanuit mijn vakgebied best wel veel problemen zag. Ik zag dus dat onze huizen veel te veel energie verbruiken. Dat het veel anders kan. En ik heb ook nog twee kinderen. En ik had zoiets van, ja, om die toekomst voor mijn kinderen ook kansrijk te maken, heb ik eigenlijk alles wat ik in het negatieve zag, vooral heel erg positief omgekanteld. En ook weer vooral toekomstgericht werken. En als mensen met mij in gesprek raken en op het moment dat ze merken dat ze interesse hebben in waar ik mee bezig ben, dan geef ik een flyertje. Dan hebben ze ook echt werkelijk interesse in het initiatief. En dan ik heb er echt een heel goed gevoel over gehad.